Koen Bender, oprichter en eigenaar van Mercurius Vermogensbeheer. Goedemorgen, Koen. Goedemorgen, Meijndert. Vroeg beginnen met beleggen, dat is misschien wel de wijze les. En het hoeft niet eens iets te zijn waarin je zelf in geïnteresseerd bent. Wat ik wel heb geleerd, en natuurlijk kan ik zeggen van goh, ja, nee, de start van Mercurius is een hele mooie belegging geweest. Dat was het ook. Maar ik denk dat een van de belangrijkste dingen heb ik later toegevoegd. En dat is ons label junior beleggen. Want uiteindelijk gaat beleggen om de 3D's, Meijndert. De 3D's, dat gaat om vertel. Diversiteit. Je moet je beleggingen spreiden. Ja. Je moet discipline hebben. En daarmee bedoel ik, je moet eigenlijk elke maand een bedrag of elk kwartaal, elk jaar wat geld apart zetten en investeren in de markt. Ongeacht je denkt of die markt hoog of laag is. Want als je belegt, moet je ook de discipline hebben om voor de lange termijn te beleggen. En je moet toch gewoon een stukje diepgang hebben. Dus de derde D is de D van diepgang. Weten waar je in belegt en zorgen dat je die spreiding wel hebt. Om te voorkomen dat je in de drie E's terechtkomt. Oh. Ja, en die zijn? Ja, die zijn reuze gevaarlijk, Meijndert. Oh. Dat is namelijk de E van emotie. Oh, ja. Dat je je mee laat nemen over die golven van de beurs. De E van euforie. Dat je denkt, nou, nu heb ik echt een geweldig aandeel. En hiermee ga ik het helemaal maken. Want hoeveel aandelen zijn dan niet geweldig gestegen in een bepaalde periode? En daarna helemaal weer naar beneden toe gaan. Iedereen herinnert zich misschien nog wel de beursgang van World Online. Ja. Of andere aandelen die hemelhoog, laten we Wirecard nemen. Dus je moet ook voorkomen dat je die E, de derde E, van eenzijdigheid hebt. Ja, Koen, even tot slot, want jij zit erop, hè? Het is je werk. Mm. Maar zou je ook kunnen zeggen dat beleggen eigenlijk voor iedereen wel geschikt is als je maar die 3D's en die 3E's in acht neemt? Ja, dat is ook echt de reden waarom we in die overtuiging gestart zijn met ons label junior beleggen. Ja. Wat het mogelijk maakt om vanaf 1000 euro en 20 euro per maand, wat voor een heel breed publiek beschikbaar moet kunnen zijn. En eigenlijk moet je ook beginnen met beleggen zodra de navelstreng van je kinderen wordt doorgeknipt. Ja. Moet je voor die kinderen beginnen met beleggen. Want dat is echt, dan heb je 18 jaar extra. Ja. En dat geeft zoveel kracht. Nou ja, vaak niemand komen grootouders met een spaarrekening, hè, als een kind geboren is. Maar misschien is een beleggingsrekening verstandiger. Wie is daar nou blij mee? Ik bedoel alleen de bank. Niemand had ooit van Warren Buffett gehoord als Warren Buffett was begonnen met beleggen op zijn 50ste. Hij is begonnen op zijn 11ste. En dat is het meest krachtige. Daardoor is hij de rijkste man ter wereld, of een van de rijkste mannen ter wereld geworden. Omdat hij begon op zijn 11ste, niet pas op zijn 50ste. En omdat hij ook niet is gestopt op zijn 50ste. Vroeg beginnen en lang doorgaan. Dankjewel. De 3D's, Meijndert. De 3D's. Ik heb ze in mijn oren geknapt. Dankjewel, Koen Benders, oprichter en eigenaar van Mercurius Vermogensbeheer.